Ik wil het even hebben over ademhaling. Veel mensen ademen echt verkeerd, veel te hoog in de borstkas en zelfs naar de keel toe. Adem moet eigenlijk in uw buik zijn, diep in uw buikken, zoals de kleine babykes, de kindjes die geboren worden. Die ademen allemaal sterk in hun buikje, anders kunnen ze niet overleven in de baarmoeder. Zij zuigen als het ware voedingsstoffen aan door de beweging van het diafragma, het middenrif, waardoor dat buikje dik wordt en dun wordt. En zo zuigen zij de voedingsstoffen aan door de navelstreng. En daar moeten wij zelf ook eigenlijk terug naartoe. Naarmate we leven, maken we van alles mee, gaat die ademhaling dikwijls hoger, omdat er hier spanning komt in die buik. Dus belangrijk is van goed in die buik te ademen. Als je inademt, gaat je diafragma, je middenrif, naar beneden. Waardoor dat je buikje mooi rond wordt. Met de uitademing gaat je middenrif terug naar boven. Waardoor eigenlijk uw buik terug dun wordt. Dus met de inademing. In. Buikje dik, diafragma gaat naar beneden, het diafragma duwt de organen naar beneden, je bekkenbodem gaat ook lichtjes mee naar beneden. De buik zet uit in alle richtingen, maar voor, opzij, lichtjes naar achter. Naar achter is het minder, omdat de ruggengraat daar zit. En met de uitademhaling wordt je buikje terug dunner worden, ook in alle richtingen. Zonder spierkracht. Enkel je middenrif doet de adem. De borstkas mag natuurlijk meebewegen, maar eerst uw buik. Dus in, als ik draai, zie je dat dan? Uit. In. Uit. In en uit. En dit kan je ook krachtig doen. Dus fire breathing noemen we dan. Normale ademhaling, maar fire breathing. Ik zet altijd één hand op mijn borstkas, op mijn hart. Als ik dit doe, om te zorgen, te voelen dat hier het vuur niet komt. Het vuur moet hier zijn. Dus goed in, uit. En dan diep inademen. Breng mijn armen zijwaarts naar boven en met de uitademing ga ik uitademen. Dikwijls komt er toch wat vuur te hoog. Chi gaat naar boven, vuur is chi. Om dat naar beneden te brengen. Zachtjes afstrijken naar beneden. In je hart en je hoofd kan geen chi, geen energie opgeslagen worden. Diep in je buikje. En gewoon even zijn. Met de normale ademhaling doe ik niet veel met die bekkenbodem. Misschien met de uitademing een klein beetje aantrekken, niet echt nodig, maar het kan wel. Maar zorg wel, als je de bekkenbodem lichtjes aantrekt met de uitademing, dat je hem nadien goed kan ontspannen. Dit is de normale ademhaling. Maakt zeer veel vrij. De darmen, de organen worden gemasseerd door de beweging van je diafragma. Dan gaan we naar de omgekeerde ademhaling. Een omgekeerde ademhaling, dan gaan we met de inademing, het diafragma gaat nog steeds naar beneden. En met de inademing, het diafragma naar beneden, maar ik hou mijn buik dun. Navel richting ruggengraat en ik trek mijn bekkenbodem aan. Dus mijn bekkenbodem gaat eigenlijk een beetje naar boven, mijn buikje blijft dun met de inademing, het diafragma gaat naar beneden. En zo creëer ik druk op de organen. Dat alle toxines eruit geperst kunnen worden. En mijn rug wordt ook een klein beetje bol. En met de uitademing laat ik volledig los. Ook de bekkenbodem is los met de inademing. Navel richting ruggengraat, bekkenbodem aantrekken. Zodat mijn rug een klein beetje bol wordt. Opent de mengmeng, dat is de poort, de levenspoort. Tussen de tweede en de derde lendenwervel, en dat is recht tegenover de navel, horizontale lijn, als je recht zit, diep in,
paar keren traag, goed bekkenbodem aantrekken, volledig de bekkenbodem uitademen, los, in, en uit, in, en uit. En dit kan je dan ook krachtig doen. Ook weer fire breathing, omgekeerde ademhaling, beide worden fire breathing genoemd. Ik zet altijd één hand op het hart. Hoeft niet als je zeker bent dat hij rustig blijft, maar het helpt mij wel. En dan ga ik dat krachtig doen. Dus krachtig in, krachtig uit. Uit. In, uit. Trek mijn bekkenbodem aan, buik doen, uit. En dan diep in, armen gaan naar boven en uitademen. Met de klank bijvoorbeeld. De longklank. Of je kan het doen met de klank van een driewarmer. In en uit. Al die chi-energie naar beneden brengen in je buikje. En gewoon even zijn, even voelen. Dan de empty force breathing er ook nog even bij doen. Dat is, ga je ademen, ga je uitademen, ademt uit, uithouden. En dan met je diafragma, je middenrif, toch op en neer bewegen, zonder dat je ademt. Je kan gewoon eerst op en neer en dan kan je ook richten naar organen, als je wil. En dit maakt echt wel heel veel vrij in dat buikje. Dus dat zijn leuke dingen, maar wel met zachtheid aanpakken. Niet te veel in één keer. Dus ik ga goed een paar keer zachtjes ademen, dat ik goed in een rust ben. En als ik een paar keer rustig in en uit geademd heb, normale ademhaling, altijd in dat buikje, zachtjes. En dan ga ik helemaal uitademen. Ik hou mijn neus dicht om te tonen dat ik niet adem, maar je hoeft dat in principe niet te doen. Ja. Of vast cirkel. Diep in en regulating the breath. Nog eens een keer diep inademen en uit. Eventueel wat afstrijken, een beetje rondstappen. Als er te veel vuur is, wat beweging is altijd goed. En energie verzamelen, diep in uw buik. Dat is de empty force breath. Empty force. We gaan dat nog eens doen, maar dan, daarnet heb ik gewoon op en neer. Op het einde heb ik wel even zo wat gedraaid, maar je zou dit echt kunnen richten naar bepaalde organen. Dus je ademt dus gewoon rustig in en uit, nog eens een keer. En diep in. En helemaal uit. Niet ademen, maar wel bewegen. Op en neer. Of cirkels. Richting lever, richting mild, hier, diep in en uit. En als het nodig is, een tweede keer, voel wat er nodig is. De longklank of een driewarmerklank, wat je verkiest.
Je kan ook nog ademen, de dragon breath, door je keel. Precies zo. En dan in. En met de uitademing. Tiger breath, alles naar beneden drukken. Helemaal uit, helemaal rond en in. En. Als een ademhaling komt uit dat tantje, stap je verder weer. En dan hebben we ook nog de embryonic breathing. Er een ene keer maar bij opzetten. Embryonic breathing ga ik ook eerst een paar keer weer de omgekeerde ademhaling doen. Dan adem ik helemaal uit en ga uitgeademd houden. En als ik uitgeademd houd, ga mijn bekkenbodem, perineum aantrekken, activeren. En het diafragma, je hebt vier diafragma, je bekkenbodem, je middenrif, keeldiafragma en je diafragma, je kruin, craniaal diafragma. Die gaan willen ademen. Als ze geen zuurstof krijgen een tijdje, gaan die van zijn eigen eigenlijk willen gaan ademen. En zo gaan we door die adem uit te houden, ga ik die diafragma activeren, waardoor dat zij echt de adem gaan aantrekken. Maar de adem is veel meer dan alleen maar zuurstof. We gaan ook het licht aantrekken, de primordial force, de primordial light. Het paars licht, het donker paars licht. Ik zal het een keer tonen. Adem rustig in. Een paar keren, dat je heel goed in een rust komt. En dan gaan we van hieruit een paar keren snelle ademhaling doen. Omgekeerde ademhaling. Ik gebruik altijd de omgekeerde ademhaling. Dus iets krachtiger. Dus buikje dun met de inademing. Bekkenbodem aantrekken. Los uit. Dan helemaal uit. Uitgeademd houden, buikje doen, navel naar de ruggengraat, bekkenbodem aantrekken en wachten. Hold. Bepaalde tijd nadien dat je diafragma met middenrif wil ademen. Je bekkenbodem, je kruin, je keel. En dan in, klein slokje lucht in, houden. Klein slokje lucht in, houden. Nog een klein slokje lucht, houden. En uit en in. En afstrijken naar beneden. Chi naar beneden brengen. Chi gaat van zijn eigen naar boven. Chi energie. Dan moet naar beneden komen. Diep in dat buikje. En gewoon even voelen zijn. En relaxen.